Hallo, kijkers van Weirdtube Games, ook bij een nieuwe video. Ik dacht ik even een kleine video, in dit geval is dat op Garry's Mod. De laatste paar dagen heb ik alsnog niet super veel geüpload. Ik ben nog steeds een beetje druk en ik had dit weekend... ik ben zeg maar al best wel lang verkouden en... Ik moest dit weekend echt gewoon elke minuut een aantal keer hoesten. En dat is gewoon echt super vervelend om dan op te nemen. Ik heb dat nu zeg maar nog steeds een klein beetje... Daar kan ik helaas niks aan doen. Als ik dus moet hoesten, alvast sorry daarvoor. Want ja, ik ben verkouden. Dus ik ga wel proberen om Feed the Beast op te nemen. Ja, dat zou dan als het morgen online komen. Maar voor nu moeten jullie het nog maar heel veel doen met Garry's Mod. Sorry daarvoor dus. Nou, wat ik nu speel is Bunny Hop. En Bunny Hop, wat is Bunny Hop nou? Nou, klinkt misschien een beetje lame. Bunny Hop, konijnen natuurlijk. Maar het is een soort van parkourachtig iets. Je moet de hele tijd springen. En van platform naar platform gaan. Nou ja, hoe doe je dat nou? Het is eigenlijk best wel raar, zeg maar, de physics in dit spel. Het komt erop neer dat je, zeg maar, niet W moet gebruiken. Ik weet, het klinkt heel erg raar, want in de meeste spellen gebruik jij gewoon W. Maar nee, in dit geval moet jij D en A gebruiken om heen en weer te gaan. Dus wat ik, zeg maar, doe is, ik gebruik even W hier om, zeg maar, wat vaart te krijgen als ik net begin. Dan krijg je in ieder geval al een beetje vaart. En dan ga ik, zeg maar, met D en dan A en D en A. En wat ik dan doe... is ik beweeg mee met de muis, als je snapt wat ik bedoel. Dus als ik D klik, dan ga ik naar rechts natuurlijk. Dus D, en dan ga ik ook met de muis naar rechts. En als ik dan A klik, ga ik met de muis naar links. Kortom, je gaat de hele tijd heen en weer in dezelfde soort manier. En dat noemen ze bij B-hop strafing. Nou ja, als je dit doet, dan bouw je zeg maar ook snelheid op. Dat kun je zien in de snelheidsmeter aan de zijkant. Nou, het rode streepje is zeg maar mijn recordsnelheid. Wat ik in deze map tot nu toe het snelste heb gekregen, zeg maar. Of gebiehopt in dit geval. Nou ja, dat is 800. Niet super hoog. Het kan veel beter. Maar dan weet je in ieder geval wat dat is. Nou, wat er verder op staat is natuurlijk de tijd. Op deze map is mijn beste tijd 1.45. Dat was volgens mij een paar dagen geleden nog een world record tijd. Ik weet niet hoeveel het nu is. Ja, nu op rank 12 van all time. Nou, dat is best wel goed. In ieder geval, deze map heet Cartoons. En ja, je ziet hier natuurlijk de meeste maps die hebben zeg maar van die blokjes. En daar moet je gewoon overheen springen. En het is allemaal best wel simpel. Wat niet simpel is, is trouwens oefenen om te strafen. Want het duurde bij mij ook echt best wel lang om te strafen. In ieder geval, dit is de server waar ik zeg maar het meest op speel op Garry's Mod. Het is livepunch.net. Ik zet wel even een link in de beschrijving. Kunnen jullie checken als jullie willen. En ja, ik ga even gewoon proberen een speedrun te doen ofzo. Ik ben niet... Ik zeg alvast, als er mensen kijken die ook B-hop spelen, ik ben niet een super professional ofzo. Ik speel dus pas 2 tot 3 maanden ofzo. En daarvoor kon ik echt gewoon niet B-hoppen. En ja... Vandaar dat ik niet super goed ben. In ieder geval, wat ik hier probeer te doen is een skip. Ik zal even door de map vliegen. Ja, ik vlieg gewoon even door de hele map. Het is een best wel grote map. Ja, dan hier is een teleport. Oh. Ik ga wel gewoon even hier doorheen naar beneden. Nou, dan kom je hier. Dan moet je dit hele stuk gaan doen. Alleen wat je zeg maar kan doen, dat heb je in sommige maps. Dat noem je een skip. Dan kun je gewoon een heel deel van de map gewoon overslaan. Zoals je ziet is dit super groot. En met die skips kun je zeg maar zo'n beetje alles overslaan. Om dan zeg maar een super goede tijd te krijgen. Dus dat zal ik zo even laten zien. Nou, dan gaat dan helemaal hier langs. En hier omheen. En dan kom je uiteindelijk hier. Nou, dan heb je weer zo'n teleport. Ik ga wel even uit noclip. Dan val ik erin. En dan kom je hier. En dan is dit het hele laatste gedeelte zeg maar van de map. Alsnog is dat best wel lang. Volgens mij ook gewoon de eerste keer dat ik dit probeerde. Of dat ik dit, zeg maar, deze game mode deed. Dat was... toen kreeg ik ook echt iets van 10 minuten of zo op deze map. Ik weet nu trouwens niet waarom er 5 minuten staat. Oké, dat is een bug. Want ja, als je bijvoorbeeld naar WR gaat. Dan zie je dat mijn beste tijd 1.45 is.
In ieder geval, ik ga nog wel even proberen om een goede tijd te krijgen. In ieder geval, dus wat ik hier doe, dat noem je straven. Je hebt daarnaast ook nog pre-speeden, dat laat ik zo wel zien. Dat betekent eigenlijk gewoon dat je snelheid gaat maken. Dus dan ga je zeg maar op een bepaald punt ga je rondjes springen en dan krijg je snelheid. Dat zie je hier ook wat ik doe. Die skip is trouwens dus dat je over de muur kan in plaats van over al die blokjes. En wat je dan doet is, je gaat zeg maar met je muis heen en weer. En dan klik je de hele tijd A en D en dan ga je gewoon met je muis meebewegen als je snapt wat ik bedoel. Ja, pre-speed is dus dit, dat je zeg maar rondjes loopt. En dan gaan we hier verder. Nou, het wordt niet een super mega goede tijd of zo, omdat ik daar al wat snelheid verloor. Maar dat maakt niet uit, het komt vast wel goed. Ja, op deze server heb je super veel maps. Je hebt, ja, je hebt volgens mij al een stuk of 50 of zo. Je hebt een easy en medium server, dat is deze. En je hebt een hard server, daar speel ik soms op. Ik ben meer van de medium en easy maps. Puur omdat ik die beter kan. En daarvan ken ik ook de meeste maps uit mijn hoofd, zeg maar. Nou ja, hier zie je dus ook bij die skip. Je skipt eigenlijk gewoon zo'n beetje de hele map. En je hoeft pretty much helemaal niks te doen. Nou, hier naar beneden. En dan moet je alleen dit stukje nog en dan ben je alweer bij de finish. Wat je zeg maar ook kan doen in deze server. Sorry. Wat je ook kan doen in de server is XP krijgen voor rank-ups en zo. Ik ben op dit moment rank 6. Ze hebben verschillende game modes. Ze hebben B-hop, gun game, dead run, jailbreak. En op elke game mode heb je verschillende ranks, zeg maar. Victory. Ja, hier kreeg ik dus, ik heb nu 1.49, dus best wel goede tijd op zich. Ja, je krijgt dus voor elke map die je complete XP, of voor als je bijvoorbeeld in jailbreak zit, als je een guard vermoordt. En daarmee krijg je level ups, een maximum level is zeg maar 10. En ik ben op dit moment level 6 op B-hop. En op jailbreak ben ik volgens mij level 5 of zo, of level 4, geen idee. Maar ja. In ieder geval, wat je ook hebt, dat is wel vet, is een store. Dus zeg maar met het geld dat je in-game verdient, kun je allemaal zooi kopen. Nou, op dit moment heb ik zeg maar dit. Dit is, misschien zie je het al, dus James Bond met een fedora en een pan. Helemaal prachtig. Ik heb ook een zwarte trail, zeg maar, en third person mode. Dus dan kun je dit doen. Nou, dan zie je dus ook die trail achter me. En ja, dat vind ik best wel cool, want je kunt dus gewoon, als je speelt, dan word je er eigenlijk mee beloond. Nou ja, kun je ook natuurlijk VIP kopen, al die shit. In ieder geval, ik dacht dus, ik doe hier even een kleine video over de server waar ik dus meestal op speel als ik Garry's Mod speel. Lifepinch.net, ik zet het in de beschrijving. Wil jij er ook even op komen kijken of whatever the fuck je wil doen? Ga je gang. Ik ben er meestal wel op. Ze hebben 2 biop servers. Of in totaal 3. Waarvan 2 dus easy en medium. En 1 hard. Dus ja, misschien kom je mij dan wel een keer tegen. Ik ben meestal online in de middag. In het weekend ook gewoon. Soms in de ochtend. Ja, dat was de video. Vergeet niet een blauw duimpje achter te laten. Laat in de reacties achter wat voor game mode of wat ik op Garry's Mod zou moeten doen. Ik heb nog een video klaar liggen die ik met wat vrienden heb opgenomen. Dat is een grappige game uitgespeeld. Maar dat zien jullie dan wel als ik hem upload. Morgen dus weer Feed the Beast. Eindelijk, na een best wel lange tijd. En ja, ik ga gewoon weer proberen volop te uploaden. En gaat vast wel goed komen. Dus in ieder geval bedankt voor het kijken en ik zie jullie de volgende keer. Yo!